Wat ontzettend fijn om gelegenheid te krijgen iets weer te vertellen over Mikondo La Tulipe, de school in Kinshasa voor de allerarmsten. Ik heb hier al eens vaker gestaan en toch, ik heb zoveel te vertellen dat ik eigenlijk het liefst zou voorstellen om de koffie maar even op te halen en weer te gaan zitten en dan ga ik weer verder vertellen, maar dat mag nooit natuurlijk. En dat weet ik wel. Dus ik zal me beperken. Maar ik heb folders bij me. En na afloop kunnen jullie altijd bij me komen om te vragen van... Nou, als je dan hulp nodig hebt, wat heb je dan voor hulp nodig? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Het is niet alleen maar om te vertellen hoe leuk het allemaal is en hoe goed het allemaal gaat. En er is veel over te vertellen. Maar we hebben ontzettend veel hulp nodig. We zijn maar een klein clubje. En... er is veel te doen wat past bij die of bij die of bij die. Misschien heb je voor de dienst gezien dat er plaatjes waren die ik ingeleverd had. En er stond een grote olifant ook op. En een tulp. Nou, de tulp die kunnen jullie zo langzamerhand wel plaatsen. Want die school is genoemd La Tulipe. Om de samenwerking tussen Nederlanders en Congolezen voor de allerarmste kinderen een beeld te geven. Maar die olifant, die hebben jullie nog nooit gezien. Waarom zou ik nou een olifant genomen hebben? Wel, de vorige keer begon ik mijn uiteenzetting met het volgende zinnetje. Op nummer 26 van de hoofdstraat in Mikondo, in Kinshasa, staat een school. La Tulipe. Maar dat klopt natuurlijk niet, want in die straat heet het niet Hoofdstraat. Het heeft natuurlijk een Congolese naam. En die Congolese naam is Rue Njoko. En wat is Njoko? Dat is olifant. En vandaar dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel leuk om een grote olifant, want Afrikaanse olifanten zijn reusachtig groot en hebben enorme oren, om die te laten zien. En jullie hebben dat natuurlijk wel herkend, dat is een olifant. En wat nou het bijzondere is, dat ik vind dat eigenlijk ook wel een mooi beeld voor wat we doen. Het werk is gigantisch. Er is zoveel armoede, er zijn zoveel kinderen die nooit naar school gaan als wij daar niet zijn. En er is ook gigantisch veel zegen op ons werk. Gigantisch. Is er al een plaatje te zien? Vast wel. Mogen wij een plaatje? Het eerste plaatje. Dat is een jongetje dat gefotografeerd is op 7 juni jongstleden. En die staat voor een deur. En hij heeft een beetje een ernstige uitdrukking. Er staat een tekst onder, die heb ik er niet onder gezet. Maar ik kreeg die foto van daar. En de tekst die eronder staat is... Mogen jouw... succes, je deel zijn in de naam van Jezus Christus. Dat is de geest waarin gewerkt wordt daar. Deze jongen die staat klaar om zijn eindexamen lagere school te beginnen. Dat kleine ventje doet al eindexamen van de 6e klas lagere school. Heel ernstig, hij is geslaagd. Ze zijn alle 108 geslaagd. Kom daar maar eens om op andere scholen. Dit is allemaal vrijwilligerswerk, mensen. Ik wil jullie ook vragen, voordat ik alle andere dingen nog vertel en misschien nog vergeet, wil je deze week elke dag bidden voor succes op de school, voor de armen, voor al het werk dat gedaan wordt en al het werk dat nog gedaan moet worden en of er veel mensen het in hun hart krijgen om te helpen. Dan krijgen we een plaatje van een paar heren die in de school druk bezig zijn met allerlei papieren. Wat zijn ze daaraan doen en wie zijn dat? Interessante stoelen ook om te zien. Er zijn 4 soorten stoelen. Dit zijn 2 leraren en dit is op 2 juli, afgelopen zomer, vlak voordat de rapportuitreiking plaatsvindt.
Zij moeten nog even in de papieren alle optellingen nakijken of dat wel klopt. Het volgende plaatje laat ons dezelfde activiteit zien in een ander hoekje van de school. Rechts staat een meneer nog een lap te strijken. Mannen in Congo kunnen trouwens heel goed strijken. Die strijken allemaal zelf hun kleren. Ik weet niet of dat in Nederland tegenwoordig ook zo is, maar daar doen ze dat wel. Zien eruit prachtig. Maar goed, hier staat de meneer Nzambi links, een beetje gebogen om te kijken of deze leraren het nou voor elkaar krijgen, hun papieren. Straks opschieten. Er is straks rapportuitreiking. En let weer eens even op de stoeltjes. Dit zijn natuurlijk geen stoelen voor volwassenen, maar ze zitten zo heerlijk, weten jullie dat? Ze zijn ontzettend geliefd daar. Dit zijn de stoeltjes van de kleuterschool. Volgende plaatje. Daar is het helemaal volgelopen met allemaal kinderen en ouders voor de rapportuitreiking. Volgende plaatje. Dit is het overzicht dat we gekregen hebben aan het eind van de cursus. Wie er allemaal op de school les gekregen hebben, dat wil zeggen hoeveel en hoe de resultaten waren. Ik heb die plaatjes natuurlijk, die zijn nou niet zichtbaar, daar kan je niet de details op zien, maar ik heb ze hier. En je kan dus zien hoe groot de klassen zijn. Er is één klas, nou ja, laat maar zitten, 120 leerlingen. Volgende plaatje. Dat is ook leuk om te vertellen. Dat is de eindexamenklas van de middelbare school van vorig jaar. Maar de foto is van dit jaar. Ze zijn bij elkaar gebleven. Ze hebben nu en dan een samenkomst. En wat zijn ze gaan doen? Ze hebben gevraagd aan Papi, de projectleider, om hen te helpen om de huidige schoolbevolking te helpen bij culturele activiteiten. Om gedichten te leren, om verhalen te vertellen, om toneelstukjes te maken. Dat zit allemaal niet in het schoolprogramma en dat is toch heel erg goed voor de ontwikkeling. En zij zijn zo blij dat zij deze school hebben kunnen doorlopen en dat ze nu allemaal een baan hebben of aan de universiteit zijn, dat ze willen ook wat doorgeven aan de nieuwe generatie. Volgende plaatje laat de eindexamenklas van dit jaar zien. Ze zijn bijna allemaal geslaagd. Het was heel spannend. Volgende plaatje laat zien wat er gebeurt met kinderen die wij niet kunnen bereiken. Dit is hun lot dan verder. Op straat kattenkwaad uitvoeren, vechten, berovingen doen, zien dat ze aan hun eten komen. Het volgende plaatje is wel leuk, omdat je daar een paar mensen op ziet die heel belangrijk zijn in de school. Rechts is Christian, dat is de zaakwaarnemer. Die doet alles als Papi er niet is. En Papi is op het ogenblik in Parijs, daar woont hij bij zijn gezin. Maar binnenkort gaat hij weer heen. Jullie hebben Papi hier ook ontmoet, hè? Die komt hier wel eens. Die lange man in het midden met de papieren in zijn hand is meneer Nzambi. Die is heel lang directeur geweest van de school en die is nu met pensioen gegaan van de zomer. En naast hem staat een advocaat, want die heeft hem zijn pensioengeld moeten overhandigen namens ons. En dat moest heel officieel met papieren en handtekeningen zetten en zo. En helemaal aan de andere kant staat meneer Alain, dat is de opvolger van de lagere school. En die is van de week bevorderd tot assistent aan de universiteit. Dus we moeten weer een nieuwe directeur hebben. Maar dat is natuurlijk geweldig. Die Alain is jaren in opleiding geweest onder de hoede van de afscheidnemende directeur. En die heeft ook aan de universiteit flink gestudeerd. En die heeft nu een hele mooie plaats gekregen. Dat is een groot succes. Volgende plaatje laat iets heel anders zien. Namelijk een groot pak. Er moeten altijd de spullen natuurlijk wezen op zo'n school. Er moeten papieren zijn, er moeten boeken zijn, er moeten, nou weet ik wat allemaal zijn, computers en zo. En hoe krijg je dat daar? Nou, dit is zo'n groot pak dat we erheen gestuurd hebben, dat wil zeggen, dat doet papi dan. En dat wordt in ontvangst genomen hier op 9 oktober jongstleden door Christian. Volgende plaatje laat zien, dat is een heel iconisch beeld eigenlijk. Hier zie je papi die een kindje helpt om een broek aan te trekken.
Dat is het onderdeel kledinguitreiking. We sturen ook kleding daarheen, want de kinderen zijn, en de groteren ook, zijn zo arm dat ze daar heel veel plezier van hebben. Ook de leraren krijgen dan kleding. Volgende plaatje, dat is van 7 oktober ook, dat is de excursie van de kleuterklas. De kleuterklas is naar de dierentuin geweest. Oh, zullen jullie zeggen, dan hebben ze een olifant gezien. Nee, er is geen olifant meer in de dierentuin, want het kost te veel eten. Wat zijn er dan wel voor dieren in de dierentuin die je in het echt kan zien? Apen en slangen en een krokodil. De ouderen hebben ook een excursie gehad, dat hoort bij het cultureel programma. Maar het moest een beetje goedkoop, want de middelen waren er eigenlijk niet voor. Het was heel moeilijk voor ons om dat geld bij elkaar te krijgen. Dus toen zijn ze maar niet naar de stad gegaan. Het kwam ook goed uit, want het was allemaal overstroming. Het had verschrikkelijk geregend, de stad stond, al het verkeer stond vast. Maar ze zijn naar de andere kant gegaan, naar het vliegveld. En het was ook heel interessant en het was een kortere rit en er waren geen opstoppingen, dus het was ook goedkoper. En het was ook heel interessant natuurlijk om te zien hoe zo'n vliegveld werkt. Het volgende plaatje is zomaar iets aardigs, ook van 2 juli. Een kindje dat het ABC op het bord kan schrijven. Het volgende plaatje is van 11 oktober, jongstleden. De eerste informaticales in een klas. Ze zitten ontzettend onder de indruk met die papieren voor zich. De les moet op school gemaakt worden door Christian weer. Die pakt het dan van internet af, die print het af. Dus daar gaat heel veel papier. Hij had week had hij 1000 vellen papier nodig om te printen met de eerste les voor de computerkunde. En de volgende plaatje, dat is dan een dag of 10 later, dan zijn ze al bezig met de praktijk van de computer. Kijk, ze hebben al een laptop voor zich. Ze mogen oefenen hoe dat open gaat en hoe het gaat werken. Dit is geweldig. In Congolese scholen hebben ze dat meestal niet. En dit hebben we gekregen omdat er iemand nagedacht heeft ergens op de Veluwe. En dacht, wij zijn die computers van onze school aan het afvoeren, want we krijgen nieuwe. Zouden wij soms mensen weten die dat nodig hebben? En die kwamen bij ons terecht. Denken jullie bij alles wat je doet voortaan alsjeblieft, zouden ze daar in Mikondo wat aan hebben? En vraag dan even aan ons of dat nuttig is. Het volgende plaatje laat iets zien wat wij allemaal kennen. Een balpen en een papiertje. Het gewoonste van ons leven. Waar is de pen? Wie heeft er een pen voor me? Wij hebben ook voor iemand, door iemand die nagedacht heeft, zouden ze daar wat aan hebben, een vracht pennen gekregen. Werkelijk een vracht, stapels dozen met pennen. Ik zeg tegen papi, hebben jullie daar wat aan? Mevrouw Mieke, weet u hoe het gaat bij onze leraren? Als hun balpen op is, krijgen ze pas een nieuwe als ze de oude ingeleverd hebben. En als ze een balpen kwijtgemaakt hebben, moeten ze eerst 10 cent boete betalen om een nieuwe te krijgen. Dat is armoede, mensen. Dat is de praktijk van de armoede. Het volgende plaatje. Daar heb je de meester Timmerman die bezig is met een van de jongelui van Arambe. Naast het onderwijs aan La Tulipe heeft papi ook een andere poot van het project ontwikkeld en dat is Arambe. Arambe betekent we doen dat samen. Dit is voor jonge lui die een vak willen leren. En de meneer die je hier ziet, dat is meester Boeta, dat is een meester Timmerman, die kan dat heel goed leren. En daar zijn ze die kleine stoeltjes aan het maken, zoals je ziet. Dus er staan allemaal onderdelen al klaar en die leerling die let heel goed op. En volgende week of over 2 weken kan die het zelf verder. En dan kan hij ergens een baan vinden. Volgende plaatje. Zie je hoe dat werkt? Dit is een lidmaatschapskaart van project Mikondo. En deze is dan van meneer Boeta.
Iedereen die meedoet aan het project, het zijn er inmiddels een stuk of nou ruim 20 die lid zijn. Dat zijn dus volwassenen die helpen om jongelui een vak bij te brengen. Volgende plaatje kan je zien hoe dat dan gaat. Deze jongelui hebben dat al achter zich. Die werken dus nu zelfstandig in de bouw. Dat hebben ze allemaal geleerd in Arambe. En het volgende plaatje zie je ook iemand die, van Arambe, die nu helemaal zelfstandig ondernemer geworden is in de bouw. Nou, ik moet stoppen. Tenzij jullie zeggen, ga nog een poosje door, maar dat zeg je niet, dat weet ik wel. Laatste. Dit is een voorbeeld van de acties die hier ook gevoerd worden om de bollen te verkopen voor Micondo. Maar we hebben nog veel meer, ook dingen over internet en zo. Dus vraag het ons maar. Dankjewel, Mieke.